sta hier op het Museumplein met rechts van mij het Concertgebouw, links het Rijksmuseum, daar het Van Gogh Museum en natuurlijk achter mij het nieuwe Stedelijk Museum met de nieuwe opvallende uitbreiding, de niet te missen blikvanger, de Badkuip. Na een veelbesproken verbouwing gaan de deuren nu weer open en aanbouw mocht alvast een kijkje nemen. Nascal, je bent de architect van dit, laten we zeggen, toch wel buitengewoon opvallende bouwwerk. Waarom zo groot, waarom zo enorm wit? Nou, het wit komt eigenlijk omdat het museum beroemd geworden is doordat een van de vorige directeuren, Sandberg, dat gebouw van binnen op een gegeven moment wit geschilderd heeft. Alle ornamenten, alle versieringen eruit, omdat hij dat veel beter voor hedendaagse en moderne kunst vond. En eigenlijk heeft sinds die tijd, en dat is later in de hele wereld eigenlijk gebeurd, er zijn nu overal witte ruimtes voor hedendaagse kunst gemaakt. Sinds die tijd is eigenlijk het Stedelijk Museum beroemd geworden als modern museum, een hedendaags museum. We wilden eigenlijk een volledig nieuwe entree aan het Museumplein maken. En daarom hebben we eigenlijk het wit van de binnenkant doorgetrokken naar buiten, omdat je ziet dat dit gebouw staat op pootjes, eigenlijk los boven de grond, waarbij dus de overgang van binnen naar buiten er bijna niet is. Dus we hebben dat wit van Sandberg als uitgangspunt genomen om het gebouw vervolgens uit te breiden. Het in 1895 geopende Stedelijk Museum werd gebouwd met geld uit de nalatenschap van een schatrijke Amsterdamse weduwe. Het was een deftig museum waar rijke Amsterdammers graag hun kunstcollecties aan nalieten. Pas na de Tweede Wereldoorlog ging het Stedelijk, mede door zijn wereldberoemde collectie avant-garde kunst, behoren tot de wereldtop van musea voor moderne kunst. We hebben geprobeerd om eigenlijk zoveel mogelijk plein erbij te maken. Daarom hebben we een aantal deel van het programma onder de grond gestopt. Dat zie je dus hier nu niet meer. Er zit een enorm grote zaal onder de grond. En de rest hebben we En de rest hebben we opgetild. En dat opgetilde deel, daar zitten eigenlijk drie soorten ruimtes in. Achter het auditorium, daarom is hij daar wat hoger. En daaronder zit het restaurant, wat daardoor weer wat lager is en dus gezelliger als het niet druk is. Dan heb je in het midden een grote nieuwe tentoonstellingszalen. En hier op de kop zit ook een zaal, maar dan met een echte theateropstelling met een aflopende vloer. Die luifel is natuurlijk bedoeld deels om dat voorplein wat erbij komt een soort beschutting te geven en mogelijk te maken dat je bijvoorbeeld vanaf die toren erop gaat projecteren en allerlei evenementen gaat organiseren. Maar daarnaast is hij bedoeld om de zon, omdat het gebouw nu op de zuidkant open is, om de zon uit die begane grond te houden. Ik vind het zelf ik vind het mooi. Dus er zijn veel mensen die dat niet met mij eens zijn, maar zo'n gebouw moet ook een beetje uitnodigen tot discussie. Dus dat is gelukt. Ik hou van strak. En ik vind het heel mooi dat het hele moderne ten opzichte van het hele mooie oude. En ik heb niet het gevoel dat het elkaar pijn doet. Het contrast met het oude museum. Gewoon de durven om echt dit soort dingen tegen elkaar aan te plakken. Daar moet je wel moed voor hebben, zeg maar. Er staat een zwart gebouw voor, ter behoeve van het laden en lossen van de vrachtwagens. En dat vind ik echt ontzettend lelijk. En dat stond ook niet op de bouwtekening. Je kunt twee routes maken. Je gaat of rechtdoor, doe je eerst het oude gebouw beneden, dan boven. En dan ga je via die gele roltrap naar beneden en doe je de ondergrondse ruimte. En dan kom je via de trap hiernaast kom je weer terug. Of je pakt na deze poortjes dus die trap eerst naar beneden, doet de benedenverdieping, gaat met de gele buis omhoog. Hier de nieuwbouw, dan de oudbouw boven en komt hier ook weer dingen. Er zijn dus eigenlijk twee hele simpele circuits. Nou ja, wat wij dus wilden is dat het oude gebouw echt in zijn oude glorie en bijna onaangetast weer op het plein, aan het plein zou staan. En dat die hal, door dat plein ook binnen te laten doorlopen, zo publiek mogelijk zou zijn. En daarom staat eigenlijk die nieuwbouw er los van, waardoor het daglicht ook langs de oude gevel valt. En dat betekent dat die entreeruimte ook een veel publieker karakter krijgt.
Patrick Vermeul, je bent zakelijk directeur. Speciaal voor jou natuurlijk de vraag. Het pand gaat nu open. Hoe ga je al die mensen hier krijgen? Nou, ten eerste natuurlijk met dit geweldige aanbod. Ik bedoel, de collectie van het Stedelijk is top. Het is een van de topcollecties in de wereld. Dat weten gelukkig heel veel mensen. En die komen sowieso. Daarnaast gaan we een aantal nieuwe doelgroepen bereiken met het Stedelijk, die vroeger niet zo vaak kwamen. Vroeger kwamen er eigenlijk heel weinig buitenlandse bezoekers bij het Stedelijk. Onze ervaring, ook met tijdelijke tentoonstellingen, leert dat we zeker 1/3 buitenlandse bezoekers gaan halen hier. Hoe ga je dan zorgen dat die Amsterdammer, die zich hier graag altijd liet zien, straks weer dit gebouw binnenkomt? Nou, ten eerste door ze natuurlijk gastvrij te ontvangen en zorgen dat ze weten wat hier is. Dat is heel belangrijk. Dus Amsterdammers, dat is voor ons een hele belangrijke doelgroep. En we mikken ook echt op veel herhaalbezoek, zoals het Stedelijk dat vroeger had van Amsterdammers. We gaan heel veel activiteiten organiseren voor gezinnen en families, en grootouders met kinderen, met name op zondag. Dus dan ben je hier zeer welkom. Is er altijd wat te doen voor jou met je kinderen. Anders Rooshoek van Concern, jij bent verantwoordelijk voor nou, onder andere het restaurant. Ja, wat hebben jullie gedaan? Wat wilde het Stedelijk? Het Stedelijk wilde graag een modern café. Een café wat ook echt voor de Amsterdammers was. Wat niet alleen voor museumgasten was. Wat open was buiten museumtijden. Het is natuurlijk een hele lage ruimte, in het laagste punt van de badkuip. En daarom hebben we ook geen hoge objecten in de ruimte willen zetten. We hebben echt ons best gedaan te zorgen dat er gewoon altijd een soort wijdheid blijft. In eerste instantie hebben we het vrij rustig willen houden, met het idee dat er natuurlijk altijd mensen zitten en die hebben al heel veel kleur. Maar we wilden toch ook wel één steunkleur gebruiken, ook om het gezellig te maken. Nou, voor de hand liggend was rood en omdat het de Amsterdamse kleur is en omdat het de stedelijke kleur is. Wat hebben jullie nog meer gedaan? Op de verdieping in de oudbouw hebben we een espresso bar ontworpen. En we hebben een ontwerp gemaakt voor de zaalinrichting toegepaste kunst en vormgeving. En daar hebben we ook de vitrines voor die afdeling ontworpen. En die staan er nu ook bijna allemaal. Die zijn ook in aanbouw. Dus dat is ook leuk om even te zien. Nou, meneer Hofland, weer in het Stedelijk, na zoveel jaren. Ja. De binary. Jezus. Alsjeblieft. Mag ik naar binnen? U mag erin. Het is de primeur, begreep ik. De eerste keer weer dat er iemand naar binnen gaat. Net gerestaureerd. Aha, eindelijk thuis. Jongen. Faggot straight. En gelukkig ook nog een pakje sigaretten. En volle asbakken. Nee, dat is goed. Ik vind het Kienholz, jongen, wat heb je dat prachtig gedaan. En ja, absoluut meesterwerk. Nou, ik ben geweldig in mijn schik met deze vernieuwing en met de opening die zo dadelijk, als er niks tussen komt, je weet het nooit, tot stand zal komen. Amsterdam kan er trots op zijn. En niet alleen een mooi entree, maar het is ook een merkpunt. Het is een, heet dat zo, merkpunt? Nee, ja, merkpunt. Hè? Een opvallende architectonische gebeurtenis in de stad. En wat we geprobeerd hebben is dus om het niet echt op zo'n kelder te laten lijken, maar door een heel groot gat in de vloer en hele luchtige afgeronde trappen te maken en ook een hele lichte kleur voor die tube van die roltrap, dat het echt een ruimte is die een onderdeel van het hele museum uitmaakt. En als je dan door deze wand gaat, die wand staat eigenlijk onder de gevel van de entreeruimte. En dan heb je hier voor je uit de nieuwe grote zaal van 55 bij 22 meter, ruim 6 meter hoog. Die, zoals je ziet, ook ingedeeld kan worden in kleinere zalen. En die ligt eigenlijk helemaal onder het plein. Gaan we hier een halve verdieping weer omhoog. En dan kom je hier in de grote zaal, die zijn ze nog aan het inrichten. Die dus symmetrisch achter de erezaal die je daar door dat tunneltje kunt zien. Hier zitten we in die sluis tussen dat oude en het nieuwe. Je stapt nu en dan zie je, hier stap je eigenlijk de oudbouw in. En je merkt er niks van. En als je wil, kun je even door dit raampje zien weer wat er gebeurt. En dan herken je meteen weer waar je bent.
kijk je mooi langs die oude gevel, dan zie je even die hele ruimte van die publieksentree. Maar een heleboel mensen zullen daaraan voorbij gaan, omdat er zit wat diepte in dat raampje en die zullen dat niet eens merken. En dus wat dat betreft merk je niet dat je nu dan in de oude erezaal terechtkomt, die er weer in volle glorie bij staat. Ik ben er nu van overtuigd, het is werkelijk een gaaf, mooi ontwerp, uitstekend uitgevoerd. Wat vindt u goed aan het ontwerp? Het is harmonisch en het is absoluut origineel. Er is niets ter wereld wat op de badkamer lijkt, behalve dat ding dat je in je badkamer hebt staan. Maar daar zit geen museum achter. Het is niet alleen mooi, het is ook een, in deze tijd van publiekstrekkerij, een zeer functionele vorm van reclame. Nou ja, je kan niet zonder op het ogenblik. Zouden de Amsterdammers nog wel weten te vinden na al die jaren? Nou, ik zal het even vertellen. Het is lijn 5, lijn 2, lijn 3 en lijn 12. Denk erom. Ja. Goed onthouden en niet zwart rijden.